Bij de behandeling en begeleiding van mensen met autisme worden we regelmatig geconfronteerd met frustratie en agressie. De agressie kan de onderlinge samenwerking tussen de patiënt en de behandelaar ernstig verstoren. Het is dus van groot belang om beter te snappen waar agressie vandaan komt. Is er bijvoorbeeld een relatie met schakelvaardigheid? Welkom bij de eerste Kannerlezing online. Mijn naam is Astrid van Dijk en ik presenteer namens het Dr. Leo Kannerhuis vanavond deze lezing. Wij zijn benieuwd wat u van deze Kannerlezing Nieuwe Stijl vindt. We hanteren overigens dezelfde formule als gebruikelijk. Een inhoudelijk thema autisme en twee sprekers die vanuit de wetenschapskant en de praktijkkant het thema belichten. Ik stel u onze twee gasten voor. Ilke Visser is de promovenda op het onderzoeksproject Autisme en Agressie bij het Radboud UMC. Zij vertelt straks over de opzet en bevindingen van haar onderzoek naar het verband tussen mentale schakelvaardigheid en gedragsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking en autisme. De tweede spreker is Sandra Martens. Zij werkt als behandelcoördinator op de CIBA, de crisis- en intensieve behandelafdeling van het Dr. Leo Kannerhuis. Zij neemt ons mee in praktijkervaringen rondom agressie bij de behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar. Hoe zit deze uitzending in elkaar? We beginnen met de lezing van Ilke Visser. Zij krijgt een kwartier en vervolgens houdt Sandra Martens haar betoog wat eveneens een kwartier zal duren. Daarna gaan we in discussie op basis van de stellingen die beide sprekers op het einde van hun lezing presenteren. Dankjewel Astrid. Mijn naam is Ilke Visser en ik ben sinds 2012 werkzaam als promovenda bij het Radboud UMC op het project Autisme en Agressie. Dit is een onderzoeksproject dat voortkomt uit het consortium Sterker op Eigen Benen. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Radboud UMC en drie zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, namelijk CISA, Plurijn en Dichterbij. Bij bijeenkomst van het consortium kwam agressie naar voren als een van de belangrijkste problemen in de behandeling en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en een autisme-spectrumstoornis. Door ons onderzoeksproject Autisme en Agressie proberen we meer inzicht te verkrijgen waarom agressie juist bij deze doelgroep voorkomt. We hebben ons hierbij specifiek gericht op mentale schakelvaardigheid, maar waarom zal ik later even op terugkomen. De opbouw van mijn presentatie is als volgt. Ik begin eerst met wat achtergrondinformatie. En daarna zal ik de onderzoeksvragen bespreken en hoe wij ons onderzoek hebben uitgevoerd. Vervolgens vertel ik wat de resultaten zijn van dit onderzoek en de implicaties daarvan voor de praktijk. En ik sluit af met hoe wij het onderzoek op dit moment aan het voortzetten zijn. En ik sluit af met twee stellingen. Maar allereerst, om een idee te krijgen van wat wij verstaan onder agressie in ons onderzoek, heb ik een aantal voorbeelden voor u. En die lees ik even voor. Cliënt kwam terug van bezoek mama. Had slecht nieuws ontvangen. Wilde moeder van vriendinnetje bellen die hij amper kent. Werd niet toegestaan. Cliënt werd verbaal en fysiek agressief. Viel mijn collega aan en kneep haar keel dicht. Er werd geschopt en geslagen. 112 werd gebeld. Nou, dit is een duidelijk voorbeeld van een agressief incident waarbij er sprake is van ernstige fysieke agressie. Een ander voorbeeld. Cliënt was geïrriteerd naar aanleiding van drukte groepsgenoot. Hij gooide de deur hard dicht en schold naar de groepsgenoten. Het is een iets milder incident en er is hier sprake van verbale agressie. Het derde voorbeeld is wat minder voor de hand liggend. Ik lees hem even voor. Cliënt wilde niet uit bed komen om naar zijn werk te gaan. Geen reactie, nergens op. Je zou hierover kunnen discussiëren of hier sprake is van agressie. We hebben het in ons onderzoek wel meegenomen als een agressief incident. En namelijk dat hier sprake is van non-verbale passieve agressie. Nou, om een officiële definitie van agressie te geven, houden wij de definitie van Morrison aan. Namelijk agressie is elk verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat dreigend is of daadwerkelijk schade aanricht aan de cliënt zelf, aan anderen of aan objecten. Er zijn aanwijzingen dat agressie vooral voorkomt bij mensen die moeite hebben met mentaal schakelen. Er is bijvoorbeeld in onderzoek gevonden bij het Prader-Willi-syndroom dat mentale schakelvaardigheid is gerelateerd aan woedeuitbarstingen.
En in de forensische psychologie zijn er ook onderzoeken verricht, waarin is gevonden dat mentale schakelvaardigheidsproblemen zijn gerelateerd aan de ernst en het aantal delicten. Wat is mentale schakelvaardigheid nou eigenlijk? Nou, mentale schakelvaardigheid houdt in het kunnen aanpassen aan nieuwe situaties en het kunnen schakelen naar een ander gedachtenpatroon. En mentaal schakelen gedurende de dag doen wij dat de hele tijd door. Als je bijvoorbeeld aan het autorijden bent en je rijdt een file in omdat er een ongeluk is gebeurd, dan is dat een onverwachte situatie waar je aan moet passen. Maar ook tijdens de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld als je een groepsbegeleider bent en je hebt het ene moment nog een pittig gesprek met de cliënt en het andere moment moet je een vergadering instappen waarin beleidsveranderingen worden besproken. Dan zal je toch even moeten schakelen naar een ander gedachtenpatroon. Mentale schakelvaardigheid, daar is heel veel onderzoek naar gedaan bij mensen met autisme. En hoewel onderzoeksresultaten niet helemaal consistent zijn, wordt mentale schakelvaardigheid toch vaak gezien als een kernprobleem bij autisme. Nou, met deze achtergrondinformatie in ons achterhoofd komen we bij de onderzoeksvragen. Wanneer we veronderstellen dat mentale schakelvaardigheid gerelateerd is aan agressie en dat het een van de kernproblemen is bij autisme, kunnen we dan zeggen dat mensen met een licht verstandelijke beperking en een autisme-spectrumstoornis eerder geneigd zijn om agressie te laten zien dan mensen met een verstandelijke beperking zonder een autisme-spectrumstoornis. Om dit te onderzoeken hebben we ons een aantal vragen gesteld. En ons onderzoek bestond dan ook tot nu toe uit 3 delen. In het eerste deel hebben we gekeken of mentale schakelvaardigheid kan worden gemeten bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme. In het tweede deel hebben we onderzocht of mentale schakelvaardigheid inderdaad gerelateerd is aan gedragsproblemen. En in het derde deel van het onderzoek hebben we ingezoomd op het specifieke gedragsprobleem agressie. En hebben we onderzocht of mensen die agressie laten zien inderdaad meer schakelvaardigheidsproblemen laten zien dan mensen die geen agressie laten zien. En bij dit laatste deel hebben we ook cliënten meegenomen zonder een verstandelijke beperking, maar wel met een autisme. Nou, hoe hebben we dat gedaan? Onze onderzoeksdeelnemers hebben we geworven bij CISA, Dichterbij, Plurijn, het Leo Kannerhuis en Julius de Steiger. Het zijn allemaal jongeren en jongvolwassenen tussen de 14 en de 32 jaar. Daarin hebben we een groep cliënten met een licht verstandelijke beperking, een groep cliënten met een licht verstandelijke beperking en een autisme-spectrumstoornis en een groep cliënten met autisme, maar zonder een verstandelijke beperking. En bij elke onderzoeksdeelnemer zijn een aantal neuropsychologische taken afgenomen. Daarbij hebben we intelligentie gemeten en 3 executieve functies. En executieve functies zijn de functies die je nodig hebt om je gedrag te reguleren, te plannen en te initiëren. Wat we hebben gemeten is mentale schakelvaardigheid. Dat is een van deze executieve functies. Daarnaast hebben we intuïtie gemeten. Dat is het vermogen om je eerste impulsen te reguleren. En we hebben gekeken naar updating van het werkgeheugen. Dus het vermogen om informatie in je geheugen vast te houden en bij te werken. Nou zijn de CANTAP en de Wisconsin Card Sorting Test zijn taken om mentale schakelvaardigheid te meten. Subtaken van de Amsterdamse neuropsychologische testbatterij, daarmee hebben we inhibitie gemeten. En met fluency en de getallenreeks achteruit hebben we het werkgeheugen gemeten. Daarnaast zijn een aantal vragenlijsten ingevuld door groepsbegeleiders en gedragswetenschappers en door ouders. De BRIEF en de BFRSR, dat zijn vragenlijsten waarmee je mentale schakelvaardigheid meet. De AVZR, dat is een autisme en verwante stoornissen schaal, die meet autisme. De ABL, de autismebeoordelingslijst, meet de ernst van autismesymptomen. En tenslotte zijn gedragsproblemen gemeten met de ABCL, de Adult Behavioral Checklist. En daarmee hebben we probleemgedrag gemeten en hebben we ons specifiek gericht op het probleemgedrag dat naar buiten gericht is. Het externaliserend probleemgedrag. En tenslotte hebben we groepsbegeleiders gevraagd om agressieve incidenten te registreren met de SOAS-R. Dat is een registratielijst voor wanneer er een agressief incident plaatsvindt.
We kwamen tot de volgende resultaten. Het eerste hebben we gevonden dat mentale schakelvaardigheid inderdaad kan worden gemeten bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme, met neuropsychologische taken. En dit is ook te onderscheiden van andere executieve functies zoals inhibitie en werkgeheugen. Daarom zijn we verder gegaan en hebben we gekeken of mentale schakelvaardigheid gerelateerd is aan gedragsproblemen. En we vonden inderdaad een significante correlatie tussen mentale schakelvaardigheid en gedragsproblemen. En we vonden geen significant verband tussen de ernst van autismesymptomen en gedragsproblemen. Wat opvallend is, is dat we het verband tussen mentale schakelvaardigheid en gedragsproblemen alleen vonden wanneer schakelvaardigheid werd gemeten met vragenlijsten en niet wanneer we dat meten met neuropsychologische taken. Dat betekent dat deze twee manieren om schakelvaardigheid te meten toch net andere constructen meten. Neuropsychologische taken die meten in een afgebakende omgeving redelijk nauwe constructen, waarbij er dus minder ruis van buitenaf, waarbij er minder sprake is van ruis. En vragenlijsten die meten schakelvaardigheid in het dagelijks leven. Dus de complexe factoren die daarbij een rol spelen. En hierdoor hebben ze ook een hogere ecologische validiteit. Maar om terug te komen op onze bevinding, is mentale schakelvaardigheid gerelateerd aan gedragsproblemen? Ja, dat verband hebben we gevonden. En we hebben ook gekeken hoe het dan zat als we onze deelnemers op verschillende manieren indeelden. Ten eerste hebben we dat gedaan door middel van diagnose. Dat zijn de blauwe balken die u hier ziet. Je ziet dat mensen met een verstandelijke beperking en autisme en mensen met een verstandelijke beperking zonder autisme, dat er eigenlijk geen verschil is in hoe hoog zij scoren op gedragsproblemen. Dus er is eigenlijk geen onderscheid te maken op basis van diagnose. Als we onze onderzoeksdeelnemers echter indeelden op basis van schakelvaardigheid, wel beperkt of niet beperkt, dan zie je dat je een onderscheid kan maken tussen mensen die ernstige gedragsproblemen laten zien en mensen die milde of geen gedragsproblemen laten zien. Oftewel, diagnose, daarmee kan je het onderscheid niet maken, maar op basis van mentale schakelvaardigheid wel. Nou, in onze derde onderzoeksdeel hebben we ook mensen met een autisme-diagnose zonder verstandelijke beperking meegenomen. Dus daar hadden we drie groepen. Mensen met een verstandelijke beperking en autisme, een verstandelijke beperking zonder autisme en autisme zonder verstandelijke beperking. Die drie groepen hebben we vergeleken op aantal en ernst van agressieve incidenten en daarin vonden we geen significante verschillen. Wat we wel vonden was dat mensen die agressie lieten zien significant hoger scoorden op mentale schakelvaardigheid dan mensen die geen agressie lieten zien. En er was geen verschil tussen de agressieve en de niet-agressieve groep in autismesymptomen. Dus om terug te komen op onze onderzoeksvraag, betekent zo'n autisme-diagnose nou dat mensen sneller geneigd zijn of eerder geneigd zijn om agressie te laten zien dan mensen die geen autisme-diagnose hebben? Nou, op basis van onze onderzoeksresultaten zeggen we daarmee nee. En onze onderzoeksresultaten wijzen er ook op dat we eigenlijk minder focus zouden moeten leggen op diagnose bij begeleiding en behandeling en zeker ook in onderzoek. Maar meer zouden moeten werken volgens een cognitief model. Dus behandelingen zouden eerder moeten worden ingezet op basis van cognitieve symptomen die zich kunnen voordoen bij verschillende diagnoses. En een voorbeeld daarvan zou dan mentale schakelvaardigheid zijn. Het is belangrijk omdat mensen met autisme een hele heterogene groep vormen. En uit eerder onderzoek is ook gebleken dat er verschillende cognitieve stijlen te onderscheiden zijn bij mensen met autisme. Onderzoekers hebben ontdekt dat het mogelijk is om subgroepen te maken op basis van centrale coherentie en schakelvaardigheidsproblemen. En uit dit onderzoek bleek ook dat met beperkte mentale schakelvaardigheid en niet een zwakke centrale coherentie een negatieve voorspeller was voor de behandeluitkomst tijdens een klinische opname. En een mogelijke verklaring hiervoor werd gegeven door groepsbegeleiders. Zij gaven aan dat zij hun cliënten met schakelvaardigheidsproblemen als het ware ontzien in hun behandeling, omdat ze hebben gemerkt dat mensen met een schakelvaardigheidsprobleem
sneller ontvlambaar zijn wanneer zij worden geconfronteerd met opgelegde veranderingen. En daardoor kregen deze cliënten minder kans eigenlijk om te oefenen. Dan zijn we ons van bewust dat mentale schakelvaardigheid niet het antwoord is op alles. Er zijn zeker veel meer factoren die meespelen bij het ontstaan van agressie. Niet alle cliënten die problemen hadden met de mentale schakelvaardigheid lieten agressie zien. En ook andersom zijn er ook cliënten die niet beperkt zijn in mentale schakelvaardigheid die toch agressie laten zien. Het verband is dus niet één op één. En in vervolgonderzoek gaan wij hier dus op verder. We onderzoeken andere factoren die mogelijk meespelen op het verband tussen mentale schakelvaardigheid en agressie. En die zelf factoren zijn die agressie veroorzaken. We hebben bijvoorbeeld, we analyseren sociaal IQ, sociale vaardigheden, IQ en leeftijd. Dat zijn factoren die we al hebben gemeten. Maar ook door middel van interviews met gedragswetenschappers en groepsbegeleiders vragen we naar factoren waarvan zij denken dat agressie veroorzaken. En daarmee krijgen we ook meteen beeld op wat voor impact agressie op hun heeft. Dus dat is onderzoek waar we op dit moment nog mee bezig zijn. Er is mij gevraagd om te eindigen met twee stellingen. En mijn eerste stelling is, we moeten niet alleen kijken naar de functie van gedrag, maar ook de achterliggende problematiek daarbij onderzoeken. En de tweede stelling die ik graag zou willen voordragen is, door middel van overstructurering zijn cliënten onvoldoende opgewassen tegen onverwachte situaties. We gaan over naar het tweede deel van deze uitzending. Sandra Martens zal als opponent een kwartier de gelegenheid krijgen om haar verhaal over omgaan met agressie bij autisme vanuit de praktijk met u te delen. Ilke, hartelijk dank voor je presentatie. Ik vond het een interessant onderzoek om te lezen met heel veel relevantie voor de praktijk. Ik ben Sandra Martens, ik ben behandelcoördinator in opleiding tot GZ-psycholoog en ik ben werkzaam bij de afdeling CIBA van Dr. Leo Kannerhuis. Agressie in al zijn vormen is een van de meest voorkomende problemen waarmee jongeren worden aangemeld. En hoewel er over het gehele onderzoek lang gepraat zal kunnen worden, zal ik mij vanwege de tijd toch moeten beperken. En gezien de praktijk waarin ik werkzaam ben, zal ik mij richten op het onderzoek in relatie tot autisme uitgaande van een min of meer normale intelligentie. Nou, om de link te leggen met de praktijk wil ik eerst kort wat vertellen over de afdeling waar ik werkzaam ben en vervolgens over het voorkomen van agressie bij onze cliënten met autisme. Vervolgens zal ik verder ingaan op het onderzoek, enkele kanttekeningen plaatsen vanuit het onderzoek en afsluiten met mijn conclusies. Naar de praktijk van CIBA. Ik werk bij CIBA. CIBA staat voor crisisinterventie en intensieve behandeling autisme. En CIBA is een klinische, gesloten en besloten BOPZ-afdeling met 14 bedden en een ambulante afdeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar ongeveer. De behandelduur bij ons kan variëren van enkele dagen, weken, maanden tot maximaal een half jaar. CIBA bestaat nu bijna anderhalf jaar en is opgezet omdat er een groot hiaat zat tussen dat wat we als specialistische instelling wilden betekenen voor jongeren met autisme in de meest moeilijke momenten van hun leven en dat wat we daadwerkelijk konden betekenen. Want als jongeren in crisis geraakten, dan betekende dat we ze moesten laten opnemen op een crisisafdeling in de meer algemene psychiatrie van de tweede lijn. Nou, agressie wordt vaak niet getolereerd en terecht. Want het hebben van autisme of een andere stoornis is geen reden of vrijbrief voor agressie. Maar het wordt vaak ook niet begrepen. En die combinatie die zorgt juist voor de problemen. Nou, agressie in de praktijk. Ik heb al genoemd dat het een veel voorkomend probleem is, ook bij de jongeren op onze afdelingen. En Ilke heeft al geschetst dat het hier gaat om agressie in de meest brede zin van het woord. De situaties die we tegenkomen zijn vaak schrijnend. Ouders zijn totaal uitgeput en ernstig overbelast in de zorg voor hun kind. De thuissituaties zijn vaak onveilig, zowel voor de jongeren als ouders en zeker ook voor andere broertjes en zusjes. Er spelen vaak veel relationele problemen, ook tussen ouders onderling, eigen problematiek van ouders, uitstoting door de omgeving, familie, vrienden,
maar ook het moeten opgeven van werk, hobby's en eigenlijk alles wat het leven aangenaam kan maken. Het kan gaan om agressie van de jongeren naar zijn of haar ouders, maar ook naar broers, zussen, behandelaren. Zowel verbale agressie als fysieke agressie, maar ook psychologische agressie, waarbij het leven van ouders geregeerd wordt door de behoeften van een kind. En zeker niet te vergeten, ook zeer veel agressie van de jongeren naar zichzelf. Automutilatie komt in alle vormen voor en helaas komen ook zelfmoordpogingen regelmatig voor. Een schatting dat van de jongeren bij ons in behandeling zeker 80% problemen heeft waarin agressie een rol speelt, is dan ook realistisch. En ook de gevolgen van agressie voor de jongeren zijn heftig. Dan kunt u denken aan het niet meer thuis kunnen wonen, van school afgestuurd worden en dus geen opleiding af kunnen maken en weinig perspectief meer zien. Maar ook zeer problematische relaties met mensen die belangrijk voor hen zijn. Er is dan ook sprake van uitstoting op veel gebieden bij een vaak toch al laag gevoel van eigenwaarde. En het gaat vaak om jongeren bij wie aan de buitenkant niet direct zichtbaar is dat er ernstige problemen zijn. Lichamelijk zijn ze vaak al een heel eind volgroeid en ze worden dus ook aangesproken op hun voorkomen, op hun uiterlijk. Overvraging ligt dus voortdurend op de loer. En ook als er iets gebeurt, bijvoorbeeld het optreden van agressie, dan wordt er vaak van uitgegaan dat ze hetzelfde overzicht en inzicht hebben als anderen zonder autisme en dus ook over dezelfde vaardigheden beschikken om agressie te voorkomen. Nou, uit het onderzoek van Eelke blijkt dat de diagnose autisme geen duidelijk onderscheidend kenmerk is als het gaat om de mate van agressie. Je zou als het ware kunnen zeggen dat autisme geen risicofactor is voor het ontstaan van agressie en mentale schakelvaardigheid wel. Ook is het niet zo dat alle mensen met autisme beperkte mentale schakelvaardigheid hebben. Toch durf ik wel te stellen dat de meeste van de bij ons opgenomen jongeren problemen hebben met mentale schakelvaardigheid. En om daar enkele voorbeelden nog van te noemen. Nou, het meest duidelijk is het extreem van slag raken wanneer de dingen anders gaan dan gepland of afgesproken. En dan kunt u denken aan iemand anders zit op de vaste plek van een jongere. Of het bezoek komt 20 minuten later omdat ze in de file hebben gestaan. Maar ook dat een computerspelletje niet kan worden afgemaakt omdat de internetverbinding hapert of er moet worden gegeten of iets dergelijks. Maar u kunt ook denken aan de moeilijke sociale interacties in een groep waarbij je niet van tevoren kunt bedenken hoe je gaat reageren. Omdat alles afhangt van de interactie op dat moment. Nou, al met al zijn dit 3 belangrijke kenmerken die vaak samengaan met agressie in de praktijk. Dan ben ik aangekomen bij mijn reactie op het onderzoek, enkele kanttekeningen die ik vanuit de praktijk zal plaatsen. Ten eerste, het onderzoek pleit ervoor dat we bij het onderzoeken en het aanpakken van probleemgedrag over diagnoses heen zouden moeten kijken en vooral een focus moeten leggen op cognitie. Cognitieve voorspellers, zoals mentale schakelvaardigheid, zouden een betere basis zijn voor behandeling dan klinische diagnoses. En hoewel het onderzoek geen expliciete aanbevelingen doet hoe dit er in de praktijk uit zou kunnen of moeten zien, schuilt er in dit uitgangspunt mijns inziens wel een gevaar. Namelijk het gevaar dat de onderzoeker zich vooral focust op de elementen die onderzocht zijn in het eigen onderzoek en dat andere hele belangrijke elementen voor het laten slagen van een behandeling te veel buiten beschouwing worden gelaten. En daarbij kunt u denken aan het effect van andere autismekenmerken die een directe of een indirecte rol spelen bij het ontstaan en of in stand houden van agressie. Want agressie is nooit een op zichzelf staand probleem, maar is een complex samenspel van factoren zowel bij de cliënt als ook bij de omgeving. Het uitgangspunt van het onderzoek doet de andere verschillen die er wel degelijk zijn tussen autisme en andere diagnoses tekort. Om er wat te noemen, de zintuiglijke gevoeligheden bij jongeren met autisme, maar ook de communicatieproblemen die niet terug te voeren zijn op falende cognitieve functies, zoals het onvermogen om een gesprek te beginnen of op gang te houden. En dan kunt u ook nog denken aan de troost en de steun die uitgaat van het lotgenotencontact bij de behandeling in een min of meer homogene groep. Dit geldt zowel voor ouders als voor de jongeren. Autisme is vaak lastig te begrijpen, omdat het in zoveel verschillende vormen tot uiting kan komen, maar toch zijn er ook veel overeenkomsten. En het ervaren dat je niet de enige bent, kan voor ouders en jongeren op zichzelf al helend zijn. Dus op basis van deze reactie zou je de volgende vraag kunnen voorstellen. Daarnaast is het zo dat we ons vanuit de praktijk erg bewust zijn van het feit dat autisme op zichzelf staand niet alle problemen verklaart. Naar schatting heeft ongeveer de helft van de mensen met autisme 1 of meer andere stoornissen, oftewel de comorbiditeit.
En bij de doelgroep jongeren die wij behandelen is dat eerder regel dan uitzondering. Wat mij betreft dus niet over diagnoses heen kijken, maar met de diagnose en vanuit de diagnose kijken naar de overeenkomsten, de verschillen in acht nemend. De winst van het onderzoek zou dan kunnen zijn dat we als behandelaren over de kaders van onze eigen behandelinstelling heen kijken en samenwerkingsrelaties aangaan om informatie uit te wisselen over de beste benadering en behandeling bij bijvoorbeeld mentale schakelvaardigheidsproblemen en agressie. Dan mijn volgende reactie. In het onderzoek wordt beschreven dat er in de klinische praktijk vooral ingezet wordt op het bieden van structuur en voorspelbaarheid. Er wordt beschreven, op deze manier wordt geprobeerd de kans op frustraties en gedragsontregelingen te verminderen en de juiste omgeving te scheppen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. De onderzoeksresultaten wijzen erop dat het naast deze structurering van de omgeving een waardevolle aanvulling zou zijn om een behandeling rechtstreeks in te zetten op schakelvaardigheidsproblemen. Nou, door de aanname dat er in de klinische praktijk vooral ingezet wordt op het bieden van structuur en voorspelbaarheid, wordt die klinische praktijk tekort gedaan. Want structuur en voorspelbaarheid bieden zijn een van de vele middelen en geen doelen op zich die in de praktijk gebruikt worden. Het bieden van structuur en voorspelbaarheid op zichzelf leidt soms wel, maar meestal niet tot een verandering of een verbetering van de problemen. De complexiteit van die problematiek vraagt weer om meer. Zo wordt in onze praktijk, en bij de komende beschrijving doe ik die praktijk ook automatisch tekort, omdat ik mij zal moeten beperken. Maar er wordt in de eerste plaats perspectief geboden. Want niets is meer demotiverend dan wanneer je als jongere en ouder merkt dat je toekomstwensen en je plannen bij het grof vuil gezet worden. En dat anderen zich van je afkeren en je uitsluiten. Waar zou je dan nog je best voor doen? Waarom zou je dan nog willen veranderen? Behandelen betekent dus in de eerste plaats nieuw perspectief bieden. Enerzijds de hoop te geven dat er wat aan het probleem gedaan kan worden, maar belangrijker nog, door verandering ook praktisch mogelijk te maken. En dan gaat het bijvoorbeeld om zoiets als een jongere weer onderwijs te laten volgen, of om hem of haar te helpen om contacten te herstellen. En dit alles met intensieve begeleiding en ondersteuning. En dat dit tijd, creativiteit en vooral geld kost, mag duidelijk zijn. Onze maatschappij is ingericht op snelheid, zelfstandigheid met zo min mogelijk kosten. En onze jongeren hebben al geprobeerd om hieraan mee te doen. Dus, samenvattend, behandeling niet reduceren tot het aanbieden van structuur en voorspelbaarheid. Dan ten derde. Het is maar net vanuit welk concept je agressie benadert. Mentale schakelvaardigheid of bijvoorbeeld emotieregulatie. Het gaat uiteindelijk over hetzelfde, maar het ene construct, mentale schakelvaardigheid, is gericht op één onderdeel van de executieve functies en het andere omvat meerdere vaardigheden. En ik begrijp dat je voor een onderzoek moet beperken om uitspraken te kunnen doen. Maar zo'n deelvraag, wat zegt het dan nog? Als je andere elementen die heel belangrijk zijn bij het ontstaan en in stand houden van agressie weglaat. Schakelvaardigheidsproblemen kunnen niet losgezien worden van andere executieve functies en andere vaardigheden. Zo komt uit het onderzoek ook naar voren, en dat moet nog verder onderzocht worden, maar dat goede sociale vaardigheden mogelijk als een beschermende factor op kunnen treden in de relatie tussen mentale schakelvaardigheid en agressie. Dan nog een andere belangrijke opmerking. Want de beperkingen in de mentale schakelvaardigheid zijn in de praktijk niet altijd even toegankelijk voor behandeling. Soms is het wenselijker om andere vaardigheden te versterken, om zo de gevolgen van een beperkte mentale schakelvaardigheid te verminderen. En regelmatig ook zijn we aangewezen op het blijvend aanpassen van de omgeving, omdat de leerbaarheid van de jongeren of de veranderbaarheid van de tekorten gewoon beperkt blijven. Behandeling moet zich dus richten op zoveel mogelijk aspecten die bij het ontstaan en in stand houden van agressie betrokken zijn. En zeker niet alleen op mentale schakelvaardigheid. Dan tot slot. In het onderzoek staat beschreven: het is interessant dat het verband tussen mentale schakelvaardigheid en gedragsproblemen alleen werd gevonden wanneer schakelvaardigheid werd gemeten met vragenlijsten. En niet wanneer het werd gemeten met neuropsychologische taken. En ik heb Ilke gevraagd naar een reactie. En het was voor haar en de onderzoekers ook een verrassende bevinding dat er geen verbanden gevonden werden met de neuropsychologische taken. En waarschijnlijk heeft dit te maken met de beperkte ecologische validiteit van neuropsychologische taken. Oftewel de vraag in hoeverre de conclusies uit het onderzoek generaliseerbaar zijn naar meer alledaagse praktijksituaties. Het lijkt alsof vragenlijsten en neuropsychologische taken net iets anders meten. En hoewel het een soort bijproduct van het onderzoek lijkt, kan deze uitkomst voor de praktijk van groot belang zijn.
En verdient het wat mij betreft dus ook meer aandacht. Want wat zeggen al die neuropsychologische onderzoeken dan nog? En wordt er niet te veel waarde gehecht aan de uitkomsten van deze onderzoeken? Er is altijd een beperking van de testdiagnostiek, aangezien het nooit een complexe praktijksituatie benadert. Mijn reactie is dan ook, maak van dit bijproduct ook een hoofdproduct. Want goede zorg begint altijd met een goede diagnostiek. En voor de praktijk, wees kritisch. Testdiagnostiek staat niet gelijk aan handelingsgerichte diagnostiek. Maar handelingsgerichte diagnostiek kan natuurlijk wel testdiagnostiek omvatten. Daarmee ben ik aangekomen bij de samenvatting van mijn conclusies. Die zijn met de diagnose en vanuit de diagnose kijken naar de overeenkomsten, de verschillen in acht nemend. En behandeling niet reduceren tot het aanbieden van structuur en voorspelbaarheid. Behandeling moet zich richten op zoveel mogelijk aspecten die bij het ontstaan en het standhouden van agressie betrokken zijn. Zeker niet alleen op mentale schakelvaardigheid. En wees kritisch. Testdiagnostiek is niet gelijk aan handelingsgerichte diagnostiek. Maar handelingsgerichte diagnostiek kan wel testdiagnostiek omvatten. Dan ter afsluiting mijn stellingen. Stelling 1. Het onderzoek doet de complexiteit van de klinische praktijk tekort. En stelling 2. Als dat al niet gebeurt, testonderzoek altijd plaatsen in bredere handelingsdiagnostiek. En ook samenwerken met anderen, het leren van elkaar als het gaat om de aanpak van specifieke problemen zoals mentale schakelvaardigheid. Nou, tot slot een hoopvolle afsluiting. Als agressie niet gevoed wordt, dan dooft die uit. Bedankt. Welkom terug aan tafel. We zijn aangekomen bij het derde deel van deze uitzending en dat is een discussie met de beide sprekers die u zojuist gehoord heeft. Hoe doen we dat? We hebben ongeveer een kwartier de tijd en u heeft 4 stellingen in totaal gezien en die ga ik 2-aan-2 behandelen. En eigenlijk juist 2-aan-2 omdat die stellingen wat met elkaar te maken hebben. Ik pak een stelling van Ilke en een stelling van Sandra die over hetzelfde thema gaat. We moeten niet alleen kijken naar de functie van gedrag, zo zegt Ilke, maar ook naar de achterliggende problematiek die moet onderzocht worden. En Sandra geeft in haar stelling aan dat testonderzoek eigenlijk altijd plaats moet vinden in bredere handelingsdiagnostiek en vooral in samenwerking met anderen, waarbij je elkaar ook wat te bieden hebt, bekeken moet worden. En de aanpak van specifieke problemen zoals mentale schakelvaardigheid in die context bekeken moeten worden. Eigenlijk, dames, lijken jullie het heel erg met elkaar eens dat agressief gedrag het topje van de ijsberg is, maar dat er veel meer in beeld gebracht moet worden om oorzaak en gevolg te kunnen begrijpen. En toch lijken jullie in de uitleg van wat er dan extra zou moeten gebeuren het niet helemaal met elkaar eens. Ilke, zou jij aan kunnen geven wat nu de essentiële bouwstenen zijn die jouw onderzoek aandraagt? Ja, ik denk dat inderdaad, ik ben het helemaal met Sandra eens dat je neuropsychologie in de context van de dagelijkse praktijk moet plaatsen. Maar ik vind het wel belangrijk dat cognitieve deel wel aan bod komt bij het onderzoeken van waarom gedrag plaatsvindt. Wat er nu bijvoorbeeld veel gebeurt bij probleemgedrag is dat er een functionele gedragsanalyse wordt gedaan. En daarbij wordt onderzocht, het woord zegt het al, wat is de functie van dat gedrag? Ja. En er zijn bijvoorbeeld, komt daar dan uit dat de functie van het gedrag aandacht vragen is. Of dat iemand wil vluchten uit de situatie. Maar daar moet het niet ophouden. Je moet kijken, maar waarom is dat dan zo? Wat maakt dat iemand in zo'n situatie aandacht gaat vragen? En dat zou dus kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld dat iemand zich, dat het een onverwachte situatie is, niet weet hoe die daarmee om moet gaan. En daarom die aandacht vraagt. Maar het kan ook te maken hebben met andere cognitieve aspecten van iemand. Bijvoorbeeld dat hij zijn werkgeheugen niet goed kan updaten en daarom ook niet goed met die situatie om kan gaan. En bij hetzelfde gedrag, bij dezelfde functie, dus iemand vraagt aandacht, reageer je op verschillende manieren als je weet wat de achterliggende problematiek daarbij is. Oké, ik ga even bij Sandra kijken. Ik denk het is maar net vanuit welke kant je het bekijkt. Omdat je als onderzoeker, snap ik dat je op deze manier daarnaar kijkt, maar in de praktijk is het toch vaak wel anders. Al was het alleen maar omdat veel jongeren die bijvoorbeeld in crisis binnenkomen, waarbij agressie vaak een grote rol speelt,
op dat moment bijvoorbeeld niet eventjes testbaar zijn of onderzoekbaar zijn op die manier. Dus je start inderdaad altijd met kijken nou in het dagelijks leven en bijvoorbeeld op de groep waar ze dan verblijven. Wat is er aan de hand? Wat zien we? Kunnen we een beetje minutieus uiteenpluizen van wat met wat te maken heeft? Wat gaat eraan vooraf? Wat zijn de gevolgen? En blijven er nog vragen over? Kijk, als er nog vragen overblijven, dan ga je kijken van hoe kunnen we die beantwoord krijgen? En dat lukt helaas niet altijd met echt testdiagnostiek. Nee, maar dat snap soms wel. Maar je hebt ook vragenlijsten waarmee je het executief functies mee in kaart kan brengen. En dat geeft dus ook al, zoals in ons onderzoek naar voren komt, dat je mentale schaakvaardigheidsproblemen zoals gemeten met vragenlijsten. Ja. Dat geeft al een ingang dat je begrijpt, oké, daarom kan iemand misschien in die situatie... Mag ik jullie daar toch nog eens een vraag doorheen stellen? Want ja. Zoals ik een deel van jouw onderzoek in ieder geval gelezen heb, is dat jij zegt 80% van de agressieincidenten worden eigenlijk verklaard door weigeren of wijzigen. Zo noem ik het dan maar even. Dus weigeren is een cliënt wil iets en dat is niet toegestaan. En wijzigen is, een cliënt is ergens mee bezig en we vragen een andere activiteit. Mm-hmm. Is dat herkenbaar overigens vanuit de praktijk, deze 80%? Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Eigenlijk zou je dan ook kunnen zeggen, als je dat gewoon niet doet, moet het een stuk beter gaan. Ja, maar dat is niet hoe het in de praktijk werkt. Want de behoeften van de jongeren liggen toch vaak anders dan die van de volwassenen of andere jongeren. Ja, dat is ook zeker niet de boodschap die ik daarmee zou willen uitdragen. Nee, tegenovergestelde. Maar ik denk wel dat je er iets in kan doen dat cliënten wat minder heftig reageren op zo'n afwijzing of dat er een wijziging plaatsvindt. En in tegenstelling tot wat Sandra zegt, of ik geloof wel dat de leerbaarheid moeilijk is bij cliënten. En zeker bij bepaalde cliënten, maar ik geloof er toch in dat je schakelvaardigheid wel kan trainen. Ook al is het in maar een kleine mate. Maar ik denk dat we ons daar wel in moeten inzetten. Daarvoor moeten inzetten. Goed. Ik geef jou nog even de laatste zin. En dan gaan we over naar de volgende set stellingen. Nou, ik denk dat we voor een groot gedeelte met elkaar eens zijn. Maar dat het vooral uitmaakt of je vanuit onderzoek kijkt naar de dingen of vanuit de praktijk. Oké. Ja. Dan gaan we over naar het tweede deel, want er was nog een aardige combinatie van twee stellingen en die laat ik u nog even zien. Ilke gaf aan dat door overstructurering cliënten of patiënten mogelijk onvoldoende opgewassen zouden kunnen zijn tegen onverwachte situaties. En Sandra reageerde daarop ook in haar betoog door aan te geven dat onderzoek de complexiteit van de klinische praktijk tekort doet. Nou, dat is altijd leuk in een discussie als er een interessante tegenstelling lijkt in jullie stellingen. Ik ga ervan uit dat bij een crisisafdeling structuur zeker benut zal worden om heftige kanten van het gedrag van mensen met autisme te dempen. Tegelijk wordt structuur negatief bestempeld omdat het mogelijk veerkracht bij onverwachte situaties zou verminderen. Ja. Nou ben ik wel benieuwd hoe jullie daarmee omgaan in de dagelijkse praktijk. Nou, het gaat er allereerst om wat je onder structuur eigenlijk verstaat. Want dat is niet het indelen van een dag van A tot Z. En het belangrijkste is dat je het op individueel niveau doet en niet op groepsniveau. Dus het is niet zo dat de hele groep op dezelfde manier gestructureerd is. Maar wordt per individu gekeken wat voor iemand goed is of prettig is, waardoor die beter kan functioneren. Dat betekent dat de ene jongen misschien een programma heeft waarin... de dag toch redelijk gestructureerd is, dus vaste momenten voor dingen, vaste afspraken. Bij je andere jongeren helemaal niet. Voor de ene jongere betekent dat hij altijd inderdaad aan die tafel zit op dat plekje om te eten. Voor de andere jongeren niet. Het is heel erg individueel. En ik denk dat je daarmee wel een heleboel stress kunt voorkomen. Want juist als we weten dat die prikkelgevoeligheid hangt er ook mee samen. Als je niet doseert... ook niet in die onduidelijkheid die ze hebben of onzekerheid of te veel verwarring omdat er dingen veranderen. Als je dat niet doseert, dan loopt de stress alleen maar op. Okay. Dus wat krijg je dan? Alleen maar eigenlijk een tijdbom en risico op agressie. Maar dus... toch, en dan ga ik even naar jouw buurvrouw, zegt jouw buurvrouw. Misschien beperk je mensen wel in het ontwikkelen van veerkrachten. En misschien is zo'n concept als exposure, van soms moet je toch proberen
om de lat net ietsje hoger te leggen, zodat iemand niet alleen maar, zeg maar het comfort vindt in het ontzien, ook al is dat individueel. Kun jij daar eens op reageren? Want dat is eigenlijk de strekking van jouw stelling. Ja, maar daar wil ik wel bij zeggen dat dat inderdaad gedoseerd plaats moet vinden. Dus als het ware gevaccineerd. Dus je doet een heel klein beetje. En de rest moet vanzelf daarin groeien. Je begint met hele kleine, zeg maar. Als je bijvoorbeeld onverwachte situaties zou willen trainen. Dat je begint met een verrassing. En dan nog een leuke verrassing, een aangekondigde verrassing. En dat wat vaker gebeurt, dat het neutrale... Gestructureerde verrassing. Een gestructureerde verrassing, ja. Ja, maar het zijn Kunnen jullie dat uitleggen? Wat is dat? Een gestructureerde verrassing op een crisisafdeling? Ik werk zelf niet op een crisisafdeling, dus dat weet ik. Maar wat Sandra, kan jij er iets over vertellen? Nou, je hebt natuurlijk wel bij programmaonderdelen kun je wel soms bewust de keuze maken om iets moeilijks toe te voegen voor jongeren. Okay. Die momenten blijven er genoeg over om dat te benutten. Ja. Ja. Dus maar dat is een manier zoals jullie het invoegen. Ja. Maar je wil niet dat de stress zo hoog oploopt dat de jongeren geen andere mogelijkheid meer heeft dan op een bepaalde manier te reageren. Nee, en hebben jullie dan een vorm om te doseren? Want jij hebt het over een vaccinachtige verdunning. Dat vind ik ingewikkeld om me dat voor te stellen in een omgangspraktijk met een jongere. Hebben jullie is daar een stijl van handelen in? Of is daar een registratie of een waarneming in waarop je baseert tot hoever je kunt gaan? Of wat een goede dosis is of waar je risico gaat lopen? Ja, ik denk dat je inderdaad is... Sowieso de jongeren moet leren dat er onverwachte situaties plaats kunnen vinden. En dat die en met een gestructureerde verrassing bedoel ik dan, dat je daar een soort cue voor afspreekt. Dat je zegt van ja, vandaag kunnen er misschien dingen plaatsvinden die jij niet verwacht. En dat het op het begin zijn dat leuke dingen die je niet verwacht. En dan kan je op een gegeven moment kunnen dat neutralere dingen worden. En later ook moeilijkere dingen die onverwacht zijn. Is dat een manier die jij herkent? Is dat iets wat jullie toepassen? Ja, maar het gaat vooral om dat je in de eerste plaats kunt herkennen wat de risicovolle situaties zijn voor de jongeren. En dat de jongeren dat misschien ook, dat hoop je, ook een beetje zelf kan herkennen. En dat je ook met elkaar kunt kijken naar, oké, wat kun je doen in zulke situaties? Wat lukt jou zelf? Of wat kun je proberen? Waar krijg je dan ook feedback op? Maar wat kunnen anderen ook doen voor jou? Want dat bedoelde ik met ook soms ben je aangewezen op het blijvend ondersteunen. Misschien kan de jongere dit wel leren. Maar een andere vaardigheid is dat bijvoorbeeld net iets te moeilijk. Of misschien duurt dat nog even voordat hij dat kan leren. Dus in dit geval, Eerke, mag jij de laatste zin zeggen? Ik wil er nog wel naar aanleiding van dit onderwerp. Aan toevoegen dat het ook nog interessant zou kunnen zijn om te kijken naar medicatie. Omdat er ook wel is gevonden in onderzoek, bijvoorbeeld bij Parkinson, dat gedragsontregelingen ook samenhangen met een gebrek aan dopamine. Het zou interessant zijn of dat ook een invalshoek is. En wat ik verder ook hoor is dat er ook games, computergames worden ontwikkeld waarin mensen kunnen oefenen met hun executieve functies. Dus dat het ook nog interessant zou zijn om daar mee aan de slag te gaan. Dat lijkt me een mooi einde om met twee beloftes die redelijk ver uit elkaar liggen. Medicijnen wat traditioneler en games zeker van de toekomst. Om daarmee te stoppen en aan te geven dat er nog meer invalshoeken zijn om agressie en autisme en de relatie daar onderling in verder te onderzoeken. We zijn aan het eind gekomen van ons programma. Ik bedank onze gasten voor hun aanwezigheid. Ik bedank u voor het kijken. En voor de vaste bezoekers van de Kanner-cyclus. U krijgt via de mail een evaluatieformulier toegezonden. En we horen graag van u wat u van deze online variant van de lezing vindt. Wilt u op de hoogte blijven van onze programma's? Geef u dan op via de nieuwsbrief. En u kunt natuurlijk ook gewoon onze Facebookpagina volgen. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid.